Hier in Roosendaal heeft FC Dordrecht zaterdag de eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen gespeeld. De manier waarop hij tot stand kwam was hoofdtrainer Michele Santoni nog niet helemaal tevreden over, maar gewonnen werd er wel met 1-3. Hoeft ook niet nu, hè. We hebben nog 5 weken om aan te werken. Nogmaals, dingen waar we op getraind hebben, heb ik goed zien terugkomen heel vaak, zeker de eerste helft. Alleen in de laatste fase verwacht ik toch ietsjes meer. In Brabant kwamen de schapenkoppen nog wel op achterstand toen stagespeler Noah Awassi hands maakte en Anwar Tarfit de daaropvolgende penalty raakschoot. Voor rust werd die achterstand nog omgedraaid. Uit een voorzet van Jiraya Wielse kopte aanvoerder Jari Schuurman raak, tot grote tevredenheid van de meegereisde supporters. En in de blessuretijd van de eerste helft was er nog 1 kans. Alessio Micheli is de naam. Denkt niet na, haalt uit en schiet zijn ploeg op schitterende wijze op voorsprong. Na de theepauze een compleet ander elftal op het Roosendaalse kunstgras. Nog 1 goal van de Dordtenaren, een goede voorzet van Temitope Akinjogunla. En Dennis Mamadov, terug van weg geweest, weet weer wat scoren is in het groen-witte tenue. Dat deed hij in het seizoen 2017-2018 voor het laatst. Met trots kijkt hij terug op die periode. Ik heb het denk ik goed gedaan hier. 18 goals gemaakt. We speelden halve finale voor de play-offs. We hadden echt een hele goede team. En dan ga je lekker weg. Maar ik wil Dordrecht eigenlijk wel weer op de kaart zetten. Wij moeten als staf en als elftal alles aan doen om te zorgen dat alle fans van FC Dordrecht zo snel mogelijk weer naar het stadion komen. En ze hebben 3-4 hele zware jaren achter de rug. En het is nu aan ons om die enthousiasme weer terug te krijgen en zorgen dat ze naar ons komen toejuichen. Ja, vooral eerst moeten we blij zijn dat de fans weer op tribune mogen. Dat is leuk om weer te zien en vooral je eigen supporters weer. Dat is alleen maar mooi. Ze zijn je nog niet vergeten? Nee, gelukkig niet. Komende zaterdag speelt de club de tweede oefenwedstrijd in en tegen Alblasserdam. Een uitgebreide samenvatting van het duel tegen RBC is te bekijken via onze website www.rtvdordrecht.nl.